Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Lisa, dit is weer een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Nou, het voelt vandaag ook echt als een maandag. Ik heb opstartproblemen als een malle. Er zit een make-upje op, maar ik heb echt het idee dat mijn ogen nog steeds niet wakker zijn. Ik heb net 2 updates opgenomen. Ging ook best wel moeizaam. Echt al die lettertjes op die autocue, die dansten alle kanten op. Dat ik echt dacht, oh Lies, kom aan, je moet nog heel eventjes volhouden. Maar goed, ik heb net een koffietje op. Die gaat hopelijk zo meteen werken. Ik heb een beetje lunch gehad, want het is nu 12 uur. Maar dat is eigenlijk praktisch mijn ontbijt. Want ik had wel een kleine smoothie op. Maar die heb ik niet helemaal opgedronken. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar gewoon, het is gewoon echt. Het voelt vandaag echt als een gigantische maandag. En het is echt lang geleden dat ik op een maandag me echt zo maandagachtig heb gevoeld. Vandaag ga ik dus de updates opnemen. Daarna heb ik weer shownieuws live op tv. En daarna moet ik meteen door naar Pathé Arena. Want dan ga ik verslaggeving doen bij de première van de film Belladonna's. Ik ga nu even naar de redactie lopen. Ik neem jullie trouwens mee. Dit is ook de redactie. Maar hier, dit is een hoekje hierachter. Hier hebben we een chillbank. Waar je dus even relaxed kan zitten. En uitzicht over het water hier. Van Amsterdam. Nou ja, uitzicht hier. Wacht even, hierachter zit water. En nu ga ik dus naar de redactie lopen. Ik heb een lunchje gehaald. Mijn teksten doornemen. Als het goed is heb ik vandaag ook een afspraak met styling. Want we worden gesteld door Manon Meijers. Dus ja, we gaan het even zien. Dit is in ieder geval de redactie. Kijk, dat is Juna. Oh, June. Jeetje. Ik heb nooit iemand zo goed zien wegduiken voor mijn camera. En Dennick is vandaag de tekst aan het schrijven voor de update. En ik doe hem ze vandaag met Sven. Nou, tada. Een plekje. Oh, zitten. Nou, wat heb ik gehad voor lunch? Niet heel boeiend, al zeg ik het zelf. Een saladetje. En omdat ik uit werk meteen door moet, heb ik ook een broodje. Heel lekker, broodje carpaccio. Super lief, Remy had vanochtend de auto nodig. Maar omdat ik zo meteen door moet naar verslaggeving, komt hij hem brengen. Hey knappert. Ik kan nog een stukje naar achter hoor. Ja, ja, ik kan nog een stukje. Nog een stukje, nog een klein stukje, nog een klein stukje. Stop. Hey liefie. Waar deze film? Van de... Voor de vlog. Zo, het is nu... Oh. Mijn klepje gaat niet meer goed open. Zo. Het is nu 3:00 PM en we hebben nu 4 updates erop staan. Waarschijnlijk zijn dat de updates voor vandaag. Tenzij er nog breaking news is, dan komt er nog een 5e update. Dus ik ga nu even achter mijn computer checken of mijn teksten en het script voor de verslaggeving al klaar zijn. Dan kan ik dat alvast voorbereiden. En dan ga ik daarna mijn teksten voor de live uitzending voorbereiden. En dan is het alweer de visagie in. Dan is het live uitzending meteen door. En verslaggeving. Oh ja, en om 4:00 komt ook de styliste. Dus dan gaan we nog even wat doorpassen. Zo, ik ben net helemaal mooi gemaakt door Siel. Hallo. En Nikki van de styling is hier ook. En die is de styling voor alle shownieuwspresentatoren aan het doen. En ik heb dus net al dit outfitje voor vanavond uitgezocht. En ik loop even naar mijn kast. Want we hebben nog wat outfitjes uitgezocht voor de komende week. Deze. Deze vind ik ook heel erg vet. Een soort van, kun je het nou zien? Een bomberjackje met een vet shirtje. Dus die ga ik ook nog aan doen. Maar die gaan nu eerst in mijn kast. Yes, hij staat erop. De eerste uitzending van Shownieuws. Terug op tv. Oh, klepje gaat niet open. En nu heel snel door in de auto. Naar verslaggeving, want daar moet ik over een kwartiertje zijn. Dus racen, maar dan wel verantwoord natuurlijk, want veiligheid boven alles. Zo, en een kwartier later, het is me gewoon gelukt, ben ik bij Pathé Arena. Hier achter me is de roze loper van Belladonna's. En hier staat alle pers klaar voor alle BN'ers die zo meteen komen. Mijn microfoon is hier en we gaan wel lekker vragen stellen. Ik heb er zin in. I can't stop this feeling's taking over me. Nou, alles staat erop. De hele roze loper is leeg. Tijd om naar huis te gaan en te gaan eten. Ik ben thuis. Ik heb snel mijn kleding uitgehaald. Ik had het super koud en een warme badjas aangedaan. En het lieve Reem heeft gekookt. Hé, dan heb je toch lief gekookt.
En wat hebben we gekookt? En wat hebben we gekookt? Nou, een paar visstikkies. En lekkere sambal à la crème. Ik heb het meer warm gemaakt. En lekkere spinazie à la crème. Nou ja, het is natuurlijk niet een culinair hoogstandje, maar dit is wel echt kinderlijk lekker. Dus hier heb ik echt zin in. En ik ga mayonaise pakken. Zo, lekker in mijn bedje. Reem is nog aan het werk achter de computer. Maar ik was er klaar mee. Ik dacht, ik duik mijn bed in. En ik ga nog even de herhaling van Holland's Next Topmodel kijken. Want mijn vriendje Milan, die zit erin. En ik ben natuurlijk super trots. Dus ik moet supporten voor live. En ik heb het gemist, want ik was aan het werk net. Dus ik ga nu gewoon lekker de herhaling kijken. Dit was mijn video voor deze week. Thanks voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, druk dan even op die abonneerknop. En als je het een leuke video vindt, ja, dan moet je hem natuurlijk even liken. Ik heb natuurlijk al jullie comments gelezen van vorige week. Ik heb ze allemaal even een hartje gegeven. Dus dan kun je ook precies zien of ik je comment heb gelezen. En nou ja, eigenlijk door alleen maar er doorheen te scrollen was het al duidelijk. De meeste mensen vinden vrijdag 9 uur de beste uploadtijd. Dus dat gaat het worden, vrijdag om 9 uur. Er waren ook een paar mensen die maandag zeiden. Ik heb bijna geen donderdag voorbij zien komen. Voor de mensen die het graag op maandag wilden, sorry. Het gaat vrijdag 9 uur worden, dus mijn eerstvolgende video komt volgende week vrijdag om 9 uur online. En dus niet meer op donderdag om 8 uur. Ik geef jullie een hele dikke vette kus vanuit Marbella, want ik ben nu lekker op vakantie. En ik zie jullie volgende week. Mwah.